Deze week in Huisstijl. Een bijzondere pergola in Leidschendam, waar bijzondere eisen aan gesteld worden. Hermine heeft een allergie voor UVB-straling uit licht. En dat geeft haar in het dagelijks leven veel beperkingen. Recentelijk liet ze een afdak pergola-constructie bouwen met speciaal glas, die nu zorgt voor extra bewegingsvrijheid. Ik heb last van een daglichtallergie. En daglichtallergie wil zeggen, ik kan niet tegen de UVB-straling. En dat is anders dan zonlichtallergie, dan heb je UVA. Het wil zeggen, ik verbrand dus. Iemand die in de zon heeft gezeten, verbrandt. En iedereen kent dat wel. Dat is een beetje bubbelig en dat wordt een beetje rood. En als het te lang is, komt er hier en daar een blaar. Bij mij is het even iets erger nog. Ik kan of helemaal ineens verbranden en het maakt niet uit waar hoor, want het komt gewoon door de kleding heen. Dus in mijn rug, mijn buik, mijn overal. Het gekke is, soms zijn het alleen maar hele grote brandplekken, rare blazen. Soms krijg ik het aaneensluitend, dan wordt het heel dik en dan, dat is super pijnlijk. Ja, en het verbrandt zelfs verschillend gek genoeg. Een zeer kleine hoeveelheid UVB-straling, bijvoorbeeld de straling waaraan je wordt blootgesteld als het buiten zeer bewolkt is, kan Hermina niet langer dan 30 seconden verdragen zonder brandwonden op te lopen. In tegenstelling tot de bekende UVA-straling wordt UVB-straling niet tegengehouden door kleding. Hermina kan dus feitelijk overdag niet naar buiten. En die beperking is erger dan dat je soms bij stilstaat. Dat onderschatten mensen ook. Als je jarig bent en het is prachtig weer, dan gaan de mensen buiten zitten. Wij waren 2 weken terug bij mensen, alles zat buiten. Ja, Hermine, jij kan niet buiten. Ja, we hebben een stukje overkapping, dat lukt misschien wel. Maar het was heel koud. Ik heb het nog nooit zo koud gehad, want iedereen zit buiten in de zon, want daar was het warm. En je voelt je dus een beetje alleen gelaten, een soort van muurbloempje. Ja, heel af en toe dacht iemand, ah, laat ik even naast haar gaan zitten. Dat voelt niet leuk. Dat voelt heel eenzaam. Dan heb je zoiets van, ja, toen ben ik maar weggegaan. Dat is niet leuk. Daar moet je mee leren omgaan, dat is lastig. Het lukt me gelukkig wel. Als gevolg van de UVB-straling vrijwel nooit buiten kunnen komen, betekent elke dag moeten omgaan met beperkingen. Veel beperkingen. En vaak is dat niet leuk. Dan zit je zelf binnen en je hoort alle mensen buiten plezier maken, barbecuetjes, zulke soort gewone leuke dingen. Hè? Dat gaat dus niet. En dan zit je binnen en dan denk je, wow, wat dacht je van een kippenpootje op een barbecue met een paar vrienden, toch? Die simpele dingen, dat is het meest lastige. De rest kun je afschaffen. En inmiddels, omdat je het wat langer hebt, leer je. Ja, maar ik kan nog wel heel veel. Ik kan naar museums, concerten. Gelukkig is ons winkelcentrum overdekt. Er zijn veel dingen over. Onze kinderen en kleinkinderen houden erg van spelletjes. Dus alles komt altijd thuis. Eet mee en we doen spelletjes. Er zijn zat dingen over, gelukkig. Hermine heeft zich aangewend zich te richten niet op wat niet mogelijk is, maar vooral op wat nog wel mogelijk is. Toch blijft het lastig. Niet zozeer in de grote zaken, maar vooral in de kleine, gewone, dagelijkse dingen. Voor mij is het meest lastige dat je de gewone dingen niet kan doen. Kijk, de vakanties afschaffen, oké. Niet een lange boswandeling maken, oké. Maar het niet naar mijn kleinkinderen kunnen kijken met een wedstrijd, dat is heftig. Om haar bewegingsvrijheid te vergroten en toch eens buiten te kunnen zijn, is er bij Hermina nu een grote pergola gebouwd. UVB-straling, heb ik wel het geluk, komt niet door glas. Dus vandaar dit prettige dak. Ik kan dus nu een beetje buiten zitten, het gevoel hebben dat ik in de zon zit. En dan toch niet verbrand. Nou, het is geen glas, het is een kunststof. Het is, dat heet dan polycarbonaat. Dat heb je in 2 soorten. Dat kun je ook zien. Je hebt het gelaagde. Het houdt in ieder geval allebei de UV-straling tegen. Het heldere, dat is massief. Dat is wat duurder. En dat troebelen, zeg maar, dat laat ook het licht door. Maar dan kun je niet erheen kijken. Maar dat is wel iets goedkoper. Nou, het is natuurlijk altijd een probleem. Het zijn altijd best wel dure projecten, zoiets.
En dan moet je ook budgetair met de opdrachtgever uitkomen. Dus ja, we zijn met een elleboog aan het wikken en wegen geweest. Wat is nou de beste manier om het allemaal goed voor elkaar te krijgen? Nou, uiteindelijk is dit de oplossing geworden. Dus dat is het deel waar ze kunnen zitten, dat ze daar echt gewoon echt in het daglicht heeft. En de andere twee delen aan de buitenkant, daar hebben we dan voor het iets goedkopere deel gekozen. Dus dat is dan, daar kwamen we precies goed uit bij elkaar. Nou, toen ik hier de eerste keer kwam, was het, die meneer was al bezig met de tuin geweest. Hè, dus er had een oud schuurtje gestaan, dat was al weg. En er stonden een paar oude bomen, een paar oude struiken, het was echt een enorme bende. Daar rechts in de hoek stond een pergolaatje met een deur naar buiten. Nou, mijn eerste ingeving was toen van, joh, als je dat dan toch gaat bouwen, pak dan de volledige breedte. Want ik vind het altijd leuk om je tuin zo groot mogelijk te lijken. En dit is echt een hele brede tuin, want dat zie je niet veel. Ik denk de tuin is bijna 9 meter breed, 8,5 meter. Dus dat zie je heel weinig. Nou, dus dan moet je proberen die breedte zoveel mogelijk te benadrukken. Dus ik zei van, joh, doe het over de volle breedte. Dan hebben we de oude deur die er zat, die hebben we gewoon opgenomen in het nieuwe ontwerp. Dus de oude deur hebben we gewoon hergebruikt. Maar daar heb je, toont het ontzettend groot. Al met al lijkt het bouwen van dit soort constructies meer aannemerswerk dan het werk van een hovenier. Ja, maar dat doen we al heel lang. We bouwen heel veel bouwwerk. En hovenier zijn, dat doe je eigenlijk, hè, planten en de tuin. Maar hovenier zijn is een veel breder begrip tegenwoordig. Wij doen echt het hele buitenleven. Van alle bestratingen, schuttingen, tuinhuisjes, tot dit soort gebouwtjes, dat doen we allemaal. Door de nieuwe pergola wordt de tuin nu ook toegankelijk voor Hermine, die deze zomer op verschillende plaatsen in de tuin buiten kan zitten. Ga ik dus hier buiten zitten? Ja, het lijkt me verrukkelijk. Het lijkt me zo leuk om weer een keer te ontbijten 's morgens buiten. Of wat dacht je van hier een barbecue neerzetten en tegen de vrienden te zeggen, ah jongens, kom lekker buiten. Ik vind het echt een heel mooi project. Nou, het is heel wat anders weer, hè? Maar ja. Als je dan weer een tevreden opdrachtgever hebt, ja, dat is wel heel leuk. Ik denk dat deze zomer een stuk leuker wordt dan die van vorig jaar. Dat denk ik wel.